Blijf je blootstellen aan iets nieuws. Verhoog je hartslag. Je moet bewegen. Hoe hou je je brein fit als je ouder wordt? Als je ouder wordt, moet je verschillende dingen doen. En ik heb daar de 5 V's van vitaal verouderen voor samengesteld. Wat je in ieder geval moet doen, is continu jezelf verrijken met informatie en nieuwe ervaringen. Blijf je blootstellen aan iets nieuws. Soms is het makkelijker om te doen wat je altijd al deed. Als je dat geluk brengt, blijf dat ook doen. Maar doe ook nieuwe dingen. Want daardoor ontwikkelen je hersenen, ontwikkelen de netwerken, komen er verbindingen in je hersenen bij. En dat gaat verval van de hersenen tegen. Dus blijf dat doen. Iets anders wat je moet doen, is verhoog je hartslag. De hartslag? De hartslag. Want? Je moet bewegen. Bewegen. Daar is al veel over gezegd, maar dat moet je ook blijven doen. Maar waarom is dat goed voor je brein? Dan krijgt het brein meer doorbloeding. We weten nog niet precies waarom het goed is, maar in ieder geval krijgt het meer bloed. Dat is al heel erg belangrijk. Maar het zorgt er ook weer voor dat die verbindingen in de hersenen aangemaakt worden en dat de neuroplasticiteit, zoals dat heet, van de hersenen groter wordt. En dat betekent dat ze het vermogen om zich aan te passen, dat dat meer in stand blijft als je ouder wordt. Dus iedere dag bewegen. Ja. Iets anders wat je moet doen is vermijd stress. Grote stress, hoge stress, heel veel stress. Een beetje stress is niet erg, maar voortdurende stress. Maar wat doet dat met de hersenen? Dat maakt cellen kapot. Er komen niet alleen cellen bij en verbindingen bij, maar cellen kunnen ook kapot gaan. En die herstellen zich dan niet? Nee, zeker niet als je onder stress blijft. Hè. Als je daarna weer alles goed doet, dan kan er zeker wel wat herstellen. Maar stress maakt de cellen kapot. Vooral in een gebied, de hippocampus, wat te maken heeft met je geheugen, met je stemming. En dat merk je dan ook. Dus vermijd langdurige stress. Verder voed je goed. Voed je niet met dingen die je hersenen kapot maken. We weten zoals? Al, nou, alcohol, onverzadigde vetten. Ja, natuurlijk mag je wel een beetje, maar niet overdreven veel vet, zout, suiker. Want daardoor verniel je hersenen een beetje en dat wil je niet. Suiker dus ook? Suiker is ook niet goed om dat heel veel te eten eigenlijk. En het laatste wat heel erg goed is, is verbind. Verbind met elkaar. Ga sociale relaties aan. Doe dat thuis. Doe dat op je werk. Doe dat in het buurthuis, doe dat in vrijwilligerswerk, doe dat op scholen, doe dat waar je maar kan. Maar wat doet dat dan met de hersenen? De mens is een groepsdier. En we weten, op het moment dat wij verbinden met andere mensen, dan worden er structuren in onze hersenen geprikkeld die ons eigenlijk een heel goed gevoel geven. Mm. En ook dat zorgt er weer voor dat je die hersenen langer fit houdt.